Oké, okay, hij is eruit. Uit het douche. Ik heb hier nu de kaart vast. Oh! Holy shit! Ja, hoe dan? Oké, 3-2. Hoe dan? Dit is fucking vet! Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie ten eerste een belangrijke vraag stellen. Moet ik een postbus openen? Ja of nee? Laat het even in de reactie achter of stem even op de straw poll die hieronder in de beschrijving staat. Want dan weet ik wat ik ermee aan moet. En dan kom ik direct op het volgende. Want ik heb al van via heb ik al wat pakketjes gekregen. En ik vond van, of eigenlijk ik vind dat ik gewoon een keer aandacht aan besteed moest worden. Dus vandaar ja dat ik dacht van, hey, laat ik daar gewoon een video over maken. Ik voelde dat sommige pakketjes ook redelijk zwaar waren. Of in ieder geval wat grote objecten in zaten. Wat als objecten? Ik voelde Pokémon kaarten in ieder geval. Dat voelde ik. Of het zo zou zijn, ik heb geen idee. Maar dat zou super awesome zijn. Dat houdt niet in dat ik meteen zeg van iedereen stuur je Pokémon kaart op. Nope, dat zeg ik niet. Want zo ben ik niet. Zo zijn we niet. Ik wil jullie wel iets tofs aankondigen. Zoals het er nu naar uitziet, komt er begin volgende maand een meet and greet. Dus, heb je daar zin in? Stuur dan even een tweet naar mij met hashtag TDT meeting. Dat ze super awesome zijn. We gaan een vette meet and greet opzetten. Meer informatie zal volgen. Verder deze weken, maar in ieder geval, het wordt heel tof. Geloof me, ticket is ook helemaal niet duur en er zitten een heleboel coole dingen bij. Meer kan ik nog niet verklappen, ik wil jullie wel alvast hype maken hiervoor. Even zal er zijn, ik zal er zijn. Misschien dat er nog wel meer van TDT zullen zijn, waaronder Giel. Nou, je kan het geen niet bedenken, maar hopelijk ben jij daarbij aanwezig. Mocht je daar zijn, laat het even weten. Of mocht jij nou al hyped zijn, laat het even weten. Ik ben heel hyped, want het is echt, geloof me, het is super vet. Dat gehad te hebben, komen we bij... Ja, eigenlijk een soort van kleine fanmail aan. Er zijn 3 brieven heb ik via binnengekregen. Super cool. Ik wil eerst even beginnen met de allereerste. En deze, de naam van achterop. Wacht, laat me even kijken. Deze zijn van Ryan en Jamie. Ryan en Jamie, super cool. Laat zien zo. Nee, ik ga eerst een brief voorlezen. Nee, eens laten zien en dan lees je zo. Nee, gewoon zo kijken en daarna ga je lezen. Ja, goed. Oké, dan. Ik ga eerst lezen. Beste Vincent, wij zijn 3 keer aan de deur geweest, maar je was er helaas niet. Nou ja, kan ook kloppen, want ik woon daar ook niet. Hier heb je wat leuke tekeningen van 2 trouwe fans. Groetjes van Ryan en Jamie uit Krommenie. Oh, dat ligt helemaal in... boven Amsterdam. Ja, volgens mij wel. Dus dat houdt in dat we tekeningen hebben gekregen van Ryan en Jamie. Nou, de eerste is Vincent TDT, super cool. Die gaan we bewaren. Ik ga dat aan Eva geven. Eigenlijk moeten we een heel groot fanmailboek gaan maken. Dat gewoon is dat we geniaal. De brief met de tekening of zo in een heel mooi groot boek gaan doen of zo. Dat ja, zou super cool moet zijn. Ja, hoe moet zijn? Dan moet groter dan een A4 voor. Nou nee, A4 kan ook wel. Kan ook A4. Kan gewoon een mooie map. Het is een schetsboek, weet je wel. Ja, dan plak je dat er allemaal in. Ja. Deze is ook weer, Dutch Term staat erop en dan staat op Giel, meer dan 300k, Eva, Lars en Vincent, Aquars Pro Cool, hashtag lekkervliegen.nl. Hey! Super cool, nog een tekening. Maar ze dachten van, ah joh, weet je wat, we maken gewoon nog meer tekeningen, dus dat is super cool. Vincent, de best YouTuber, Minecraft, de Dutch Terms. En dan hebben ze weer het aantal erbij, dus volgens mij hebben ze gewoon over alle tijd hebben ze tekeningen gemaakt, dus super cool. En dan als laatste tekening een YouTube button. Play button. Super cool. Maar nu zijn mijn vingers wel helemaal rood. Oh ja, dat is natuurlijk... Ik heb helemaal rode vingers nu. Volgens mij is dit van dat... Van nee, dat nee, jawel, van dat waxkrijt. Nee, dit is gewoon, nee, dit is gewoon potlood. Echt? Ja, een soort van. Iets dikker. En ik heb rode vingers. Ik ook. Nice. Lekker, nou, hartstikke bedankt voor jullie tekeningen. Super cool. Ik ga ze gewoon bewaren. Ik wil het met alles doen. Gewoon een hele grote map. We doen de brief er gewoon bij. Dat is gewoon super cool. Dus nogmaals, hartstikke bedankt voor jullie toffe, toffe tekeningen. Dan hebben we een volgende. Hebben we een envelop. Die zit hierin. Er zit een heel klein briefje bij met een Pokémon kaartenzakje. Zullen we eerst dat briefje lezen? Ja. Ik ben altijd zo voorzichtig. Die met zijn dat we altijd ding. Heel creatief met het inpakken. Heel goed gevouwen deze. Zo, een halve hap van het papiertje eraf. Hij had honger. Oh nee, daar is het stukje. En een hele toffe Gengar tekening. Hier. Oh, ik weet niet of je dat kan zien. Kan je dat zien? Ah, super cool. Lieve Vincent en Eva. Ik voor jullie een Pokémon pakje gemaakt met een kaart die jij wel leuk vindt. Zou je dit graag willen opnemen? Want ik wil je... Reacties zien op deze
kaart. PS, je moet ook drie keer van achter naar voren doen. Ja, oké. In ieder geval groeten. Is het nou Niek of Riek? Niek. Niek. Ik denk of Niek. Niek. Nee. Niek. Niek. Ik denk... Niek. Niek. Ik gok Niek. Nou, Niek, wij gaan jouw pakje openen. Drie van achter, zei je. Oh jee, als dit maar goed komt, halen we de kaart eruit. We gaan drie van achter doen. Oké, dan moeten we even de camera erbij pakken, want die ligt hier. Alsof ik overal voorbereid ben. Ja. Oké, daar gaan we. We beginnen met de koffing. Dan krijgen we een Arceus. Oh, wow. Dit zijn allemaal verschillende. Dit is een holo-rare. Super cool. Dit is een AR-kaart. Oh, dat vet. Dit is een series allemaal. Een Mewtwo Spirit Link, een Gyarados, een Weezing, een Lucario, ook holo rare, super vet. Een Spoink, een Fairy Drop, een Natu. En de laatste kaart, een Gengar EX, full art. Super vet, man. Holy shit. Super cool. Hartstikke bedankt, fucking vet. Gengar. Hey, hartstikke bedankt. Ziet er echt super cool uit. Dus dikke shout-out naar jou. Ik denk dat het Niek is. Ik weet zeker dat het Niek is. Denk je niet dat het Niek is? Nee, juist niet. Niek. Wout op gewoon Niek. En dan komen we aan bij de laatste envelop. Ook de meest grootste envelop. Die opgedeeld is in twee enveloppen. Open eerst de eerste envelop, daarna envelop 2. Oh, een hele getypte brief is dit. Die is voorbereid. Oké, daar gaan we. Allerbeste Vincent en Eva. Onze namen zijn Thijs 16 en Milan 12. We zijn enorm mega fans en kijken al jullie video's. Deze zijn altijd super leuk, puur genieten. En we kijken elke keer weer uit naar de volgende video. Zo moet ik het lezen. Ja. Okay, ja. Door jullie Pokémon Pack opening video's zijn we op een geweldig idee gekomen voor een cadeau voor jullie. Oh. Dit cadeau is een bedankje voor al jullie video's. De andere envelop bevat iets in verband met de Pokémon Pack opening video's, waar jullie sowieso van gaan zeggen, hoe dan? We zouden het heel erg leuk vinden als jullie de andere envelop open zouden maken aan het begin van een opname van de Pokémon Pack opening video die waarschijnlijk online komt. Als jullie de inhoud van de andere envelop niet super geweldig vinden, kunnen jullie er altijd nog voor kiezen om dit stukje uit de video te knippen. Oh. Maar we weten zeker dat de inhoud van de andere envelop echt hoe dan zal zijn. We hopen deze gift en jullie enthousiasme in de video terug te kunnen zien. Met enorm vriendelijke en hoogachtende groet. Of zoals jij altijd zegt, ciao Thijs en Milan. Hartstikke bedankt jongens voor jullie geweldige brief. Echt super bedankt. Deze gaan we natuurlijk dus ook weer bewaren. En hier, het ziet er ook super netjes uit. Er zit echt zo'n plakketje voor van dit is envelop 1, dit is envelop 2. Oh, ik snap het al niet meer. Oké, er zit hier een pakketje in. Helemaal dicht met bubbeltjes plastic. Oh, we moeten hem hier omhoog trekken. Oei. Er zit een Pokémon-kaart in. En hij zit ook nog goed, jemig. Hij zit zelfs in zo'n toploader. Hier, dat is van dat plastic, moet je horen. Dat is van dat harde plastic. Pokémon trading card. Oh, er is zelfs een hoesje nog omheen. Oh. Zou ik er doorheen kunnen kijken wat erin zit? Oké, kijk dan. Het ziet er echt super vet uit. Moet je opletten. Er zit zelfs een toploader omheen. Deze is echt heel goed beschermd altijd. Oh, dan moet je hem uit die toploader halen. Oké. Dames en heren, ik ga jullie vragen welke kaart jullie denken dat erin zit. Ook is het geen reële vraag, want er zijn echt miljoenen Pokémon kaarten, denk ik. Ik denk dat ik al weet wat er ongeveer in zit. Denk je? Er zit een toploader bij, ja. Ik kan nog niks voelen. Oké, hij is eruit. Uit het toesje. Ik heb hier nu de kaart vast. Oh! Holy shit! Ja, hoe dan? Oké, 3, 2, 1. Hoe dan? Dit is fucking vet! Holy shit, dit is gewoon een Mega Gengar EX. Die hebben we niet. Die hebben we niet eens. Oh, en hij is helemaal niet beschadigd. Kijk hoe netjes hij eruit ziet. Oh, dit is echt cool. Holy freaking moly. Oh my god. Super vet. Oh my god. Weet je hoe moeilijk een Mega Gengar EX te behalen valt? Damn. Nou, echt super bedankt jongens. Super vet is dit. Holy shit. Hoe dan? Dit is echt bizar. We zijn de nieuwe Hodor. Dit is echt freaking cool. Ja, echt heel vet. Oké, ik zit nu te twijfelen. Moet ik hem dan in mijn map doen van mijn collectie, omdat ik hem nog niet heb? Of zou ik hem bij de fan wil houden, omdat het ook iets vets is wat je hebt gekregen? Ja, ik zou dat doen, want dan weet je echt van, dit heb ik gekregen. Ja, dit is echt super vet. Holy frietsaus. Oh my. Dit is echt super cool. Nou jongens. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal gaan sturen. Nee, begin daar nou niet alsjeblieft aan. Holy moly. Super, hartstikke bedankt jongen. Dikke shout-out naar jullie. Dit is echt super cool. Ik ga hem weer netjes terug in het hoesje stoppen. Dat is ook cool. Echt heel mooi gedaan. Het is echt super cool. Holy chips. Dit is echt super cool. Ik ga hem terug in het hoesje stoppen. En dan gaan we hem bewaren. Zo, hij zit weer in de toploader. Dit is super vet. Jongens, dikke shout-out naar jullie. Mocht je nou willen dat we dit vaker gaan doen,
Druk dan echt alsjeblieft mezelf een duimpje omhoog. En wie weet gaan we dit de volgende keer weer doen als er genoeg fanmail binnenkomt. En dat hoeft echt niet allemaal Pokémon te zijn. Mocht je nou een mooi knutselwerk, een tekening, een leuke brief of wil je iets sturen, stuur het dan op. Of nee, laat ik het zo zeggen. Dan ga ik een postbus openen waar je het naartoe kan sturen en stuur het dan op. Hopelijk vind je dit leuk. En ja, wat ik zei, druk gewoon mezelf een duimpje omhoog. Zie ik jullie graag bij een nieuwe video. Abonneer op TDT-ronde natuurlijk. En ik zeg tegen jullie mensen, ciao!